Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Office Center. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van TVL Business. En vandaag zijn we te gast bij Office Center in Maastricht. De zomer die komt er zo langzaam weer aan. En om dan lekker aan het strand te liggen, hoeven we niet meer helemaal naar de kust te rijden. Want dat kan in ons eigen Limburg. Maar je kunt meer op dat Limburgse strand. En degene die hiervoor verantwoordelijk is, is bij mij aangeschoven. Luc van Engelen, eigenaar Event en Leisurepark Funbeach Panheel. Hele mond vol. De naam zegt het al, Event en Leisurepark. Dus je kunt er meer dan alleen maar aan dat strand liggen relaxen. Dat klopt, ja. Goed, het was vroeger inderdaad alleen een strand. Maar we hebben dat in de loop der jaren hebben dat uitgebouwd. Dus je kan er ook, als je een bedrijfsuitje wil of een bedrijfsevent, dan kan je bij ons ook terecht. We hebben daar workshops voor, sportieve activiteiten, fun activiteiten. En daarnaast hebben we een hele mooie beachclub, Beachclub de Grease. En daar kan je dus in de zomer, maar ook in de winter, kan je daar terecht voor feesten en events. Dus dat is een compleet concept geworden? Ja, dat is een compleet concept, want het is toch best wel moeilijk om een dagstrand in de lucht te houden als je afhankelijk bent van het fantastische Nederlandse weer wat we altijd hebben. Ja. Dus en dan zijn we toch eigenlijk gaan kijken van hoe kunnen we het breder gaan trekken dat we eigenlijk het hele jaar door. Maar toch, dat weer blijft slecht dan, denk ik dan. Maar kun je die andere activiteiten dan wel? In het algemeen wel. We proberen, kijk, we hebben een beachclub. Daar is plek tot bijna voor 500 mensen. Dus daar kan nogal wat in, om het zo maar te zeggen. Ja. En die is eigenlijk alleen maar open voor besloten feesten of events. Dus als je dat wil gaan organiseren, dan doe je dat niet voor morgen. Maar dan kijk je toch meestal 2, 3, 4 maanden vooruit. Ja. En dan kan je toch niet precies bepalen hoe het weer is. Dus, precies, maar dan zit je wel weer in dat traject. Want je bent 25 jaar geleden, geloof ik, met Organize begonnen. Ja, ja. Evenementenbureau. Dus dat zit er nog steeds een beetje in. En je hebt dat steeds verder uitgebreid. Ja, dat klopt. We hebben evengoed nog Organize. Dat staat los van dat hele concept. Die hebben hun eigen events in den landen. Maar de kennis en kunde gebruik je natuurlijk wel. Tuurlijk, uiteraard. Om daarin weg te zetten. Ja, we hebben natuurlijk heel veel feesten georganiseerd. En heel veel events geregeld. En, dat proberen we nu ook zoveel mogelijk op ons eigen terrein te regelen. Ja. Wat dreef jou om dit te gaan ontwikkelen? Want dat lijken me geen gemakkelijke trajecten. Nee, niet bepaald. Nee. Maar ja, goed. Eigenlijk ben ik er gewoon ingerold. Ik ben na het CIOS ben ik eigenlijk begonnen met het organiseren van mountainbiketochten. Nou, en dat is, van daaruit is het eigenlijk steeds verder uitgegroeid. Van god, kan je er een kano bij regelen? En na zo'n dag van, we willen nog een feestje, kan je niet een DJ regelen? Ja. Nou, van daaruit is het eigenlijk steeds verder doorgegroeid. En op een gegeven moment waren we complete event voor, 100 jaar DSM. Nou goed, daar werden we uiteindelijk ook voor gevraagd. Dus het is eigenlijk enorm uitgegroeid op dit moment. Ja. Ja. Ja, en nu die passie nog op dat water, daar zit toch weer dat sporten van het CIO's. Ja, ja, ja. Want je kunt de meest gekke dingen bij jullie doen. Ja, we doen verzoeken eigenlijk continu naar nieuwe dingen, nieuwe trends, nieuwe sporten die je kan doen. Mm-hmm. Nou goed, vandaag gaan we beginnen met een hele nieuwe activiteit. We hebben een kabelskibaan opgericht. Een kabelskibaan? Ja. Daar zullen veel mensen de wenkbrauwen even fronsen. Je wordt niet voortgetrokken door een boot, maar door een kabel die wat op 9 meter hoogte door de lucht gaat. Ja. En daar kan je aan waterskiën. En hoe lang kun je dan zo'n traject? De baan is 120 meter lang. En aan de andere kant kan je draaien en dan kom je terug. Dus het is een fantastisch iets. En het is zeer geschikt voor een beginnende waterskier. Maar je kan er ook, als je zegt, extreme wakeboarders, die kunnen zich daar ook op uitleven. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat soort dingen die zoeken we inderdaad op. Ja. Ja. En dan merk je al, van, tenminste dat proef ik bij jou, zowel de particuliere markt als de bedrijfsmatige markt benader je.
Ja, bijvoorbeeld die baan die wordt gebruikt door onze strandbezoekers. Die liggen aan het strand en die zien hey, leuke waterskiën of wakeboarden. Nou, die kunnen daar naartoe gaan en die kunnen daar meteen opstappen. We hebben ook de sporters aan zich die wat natuurlijk daar naartoe komen. Maar ook de bedrijfsevents of de bedrijfsuitjes, ja, die worden eigenlijk ook geboekt. Hè. Dus naast de fun activiteiten kunnen ze dan ook nog gaan laten skiën of wakeboarden. Ja, merk je tussen die verschillende segmenten dat er verschil is? We hebben het iedere keer over die crisis, wat merk je ervan? Zijn er bedrijven wat terughoudender of hebben ze het juist nodig om een team te zijn en iets te gaan doen? Ja, goed. Ik denk de hele grote events, dat is wat minder. Maar aan de andere kant, een personeelsvereniging die legt toch iedere maand €3 of €4 bij. Ja. En die gaan toch 1 keer per jaar of 2 keer per jaar iets doen. Dus dat blijft gewoon doorlopen. Nou goed, en als het warm is, dan wil iedereen toch naar het water. Dus dan komen ze ook vanzelf. Dus het klinkt misschien een beetje raar om dat te zeggen, maar wij hebben vorig jaar eigenlijk het beste jaar ooit gedraaid met ons concept. Dus, dat is niet raar, dat klinkt gewoon fantastisch. Ja, daar zijn we ook wel heel erg blij en heel erg trots op, dus dat we dat zo hebben kunnen regelen. Ja. Precies. Ja. Nou, betekent ondernemen altijd vooruitkijken. Mm-hmm. Ik neem aan, dat doe jij ook. Ja. Nog nieuwe plannen? Ja, goed. We zijn nu op dit moment het hele het strand zijn we aan het ontwikkelen. Ja. Dus daarom hebben we het nu ook niet alleen het strand genoemd, maar event en leisure park. Precies. Er komt een stuk indoor recreatie bij. We zijn bezig met een gebouw van 30 bij 40 meter waar we twee nieuwe recreatieconcepten indoor gaan neerleggen. Onze beachclub die wat nu nog in tentjes huisvest, die komt eigenlijk bovenop dat gebouw, maar dan in vaste vorm. Dus dat gaan we daar neerleggen. Ja. En het strand gaan we dus nu eigenlijk nog steeds verder uitbouwen. We gaan die watersporten nog wat meer uitdiepen. Als ik dit hoor, crisis is er bij jullie niet. Er wordt hard gewerkt. We werken heel hard door en er zit heel veel passie in ons team. En we vinden het ook echt heel erg leuk om het te doen. Het is ook niet omdat het ons strand is, maar het is gewoon echt een hele leuke plek om te zijn en om te werken. Ja. Ja. Mooi zo. Ja. Dan wens ik jullie een fantastische zomer toe. Dankjewel. En veel succes met alles wat jullie nog gaan ondernemen. En jij moet nu snel terug Ik ga wakeboarden. Wakeboarden, precies. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, merci. Welkom bij TVL Business. In de vorige reportage van Wiert's personeelsdiensten hebben we gezien dat Nicky mogelijk de juiste kandidaat is voor Erik Bouw. En we kunnen u met trots mededelen dat hij de baan heeft gekregen. Maar wat doet hij zoal? Hey Nicky, hoe is het werk? Is het leuk hier? Ja. Wat doe je allemaal? Ik doe plafonds maken, van alles wat, deuren afhangen. Ik werk al enkele weken hier, ik bevang me goed. En ik krijg ook een goede begeleiding vanuit Wiert. Ik heb het hier naar mijn zin, dus ik hoop dat ik hier nog kan blijven. Vooruitzichten zijn goed? Ja, zo had ik gehoord dat wel. En leuke collega's ook? Ja, de collega's zijn leuk. En elke dag eigenlijk iets anders? Wat ja, elke dag ander werk, dat springt me ook aan. Mm-hmm. Ja. Een schot in de roos met het aannemen van Nicky dus. Een ander fenomeen wat actueel is, is dat er steeds meer vakkrachten in bijvoorbeeld de bouw uit Duitsland naar Nederland worden gehaald om het tekort in deze sector aan te vullen. Nou, wat wij zien in de Nederlandse markt is dat er eigenlijk een groeiend tekort is aan goed opgeleide en gekwalificeerde vakmensen. Dat zien we al vele jaren, vandaar dat wij ook al jaren samen met onze relaties en opleidingsinstituten zoals de Arcus werken aan gerichte opleiding van jonge mensen tot gekwalificeerd vakkracht. Alleen dat zal op termijn niet de oplossing zijn van het verhaal. We zien eigenlijk naar de toekomst toe een steeds sterker groeiend tekort aan deze vakkrachten. Dat speelt al vele jaren, vandaar dat wij ook al ruim 10 jaar geleden begonnen zijn met Wiert's International Recruitment. Waarbij wij via ons filiaal in Duitsland bijvoorbeeld over de grens in Duitsland goed opgeleide vakkrachten werven. En zo zorgen wij ervoor dat we altijd hoog gekwalificeerde vakmensen kunnen leveren aan onze relaties. Zo wordt er dagelijks hard gewerkt binnen de organisatie door alle medewerkers om de juiste kandidaten aan te dragen bij opdrachtgevers. Persoonlijk contact is dan ook erg belangrijk.
Mark, je had mij gebeld dat ik vandaag even langs wilde komen. Ja, Nicole, dat klopt. We zijn weer op zoek naar een aantal schilders. Het is behoorlijk druk aan het worden. Dus mijn vraag is, van, nou goed, zijn diezelfde personen weer beschikbaar die het verleden hebben gehad? Of heb je eventueel een nieuwe schilder voor ons? Nou, de kandidaten die in het verleden bij jou gewerkt hebben, die zijn ook beschikbaar. Ik heb ze deze week gesproken. En we hebben natuurlijk ook een aantal nieuwe kandidaten in ons systeem opgenomen. Ik heb één cv bij me van een nieuwe kandidaat. Dus eventueel zou dat een geschikte persoon zijn. Uiteraard wordt met alle potentiële kandidaten goed vooraf gesproken, zodat de opdrachtgever gericht vragen kan stellen over de betreffende persoon. Deze heer, wat voor werkervaring heeft hij, Nicole? Nou, hij heeft tot nu toe alleen maar werkervaring in Duitsland. Hij heeft ook zijn opleiding in Duitsland afgerond. Hij is bij ons op kantoor geweest, heeft een zeer gemotiveerde en geïnteresseerde indruk achtergelaten. En ik kan hem alleen maar aanbevelen. Zou je deze heer kunnen vragen of hij eventueel aanstaande maandag zou kunnen starten? Nou, ik kan hem zo meteen een belletje geven en vragen of hij per maandag inzetbaar is. Nou, super. Mark, waarom werk je met Duitse vakmensen? Wij moeten vooral in deze tijd in de zomer onze pieken opvangen. Daarvoor zoeken wij zeer goede vakkrachten, goed geschoolde vakkrachten. Die tegelijkertijd zeer flexibel zijn en zeer netjes voorkomen. En zo wordt meteen na het gesprek actie ondernomen en contact opgenomen met de beschikbare kandidaat. Want snel handelen is zeer belangrijk. Maar zoals eerder aangegeven, komt er nog wel wat bij kijken om Duitse arbeidskrachten naar Nederland te halen. Hallo, mijn Keuler. Goedendag, hallo. Bert Hubben weet als geen ander binnen de organisatie wat erbij komt kijken. Het is een heel traject. Je moet je voorstellen dat mensen laten huis en haard achter van waar ze vandaan komen. Dus ze komen puur naar Nederland om te werken. Ze hebben hier helemaal niks. Mm-hmm. Dus de enige persoon die ze kennen, dat zijn wij. Mm-hmm. Dus ze klampen zich eigenlijk een beetje aan ons vast. Dus het is meer dan alleen maar de rol van een uitzendorganisatie. Het heeft daarnaast ook een sociaal karakter. Maar wat is eigenlijk het verschil met deze vaklieden? Die mensen zijn ontzettend gemotiveerd. Ze hebben echt een beroep geleerd. Dat is wat je tegenwoordig helaas in Nederland een beetje mist. Mm-hmm. Waardoor ze dus zeer aantrekkelijk zijn voor de lokale bedrijven hier in de buurt. Mm-hmm. Ze zijn heel weinig ziek, ze zijn ontzettend flexibel en ze hebben echt een goede motivatie om goed werk te leveren. Straks in deel 2 zien we wat er allemaal komt kijken bij bijvoorbeeld het inschrijven van een buitenlandse vakkracht. Maar ook andere zaken, zoals verzekeringen. En we ontmoeten Mark Storms op een aantal projecten waar Duitse vakkrachten werkzaam zijn. Vandaag hebben we de hoofdingang van het Academisch Ziekenhuis hebben we opnieuw in gebruik genomen nadat we hem heel intensief verbouwd hebben. Dat hebben we gedaan mede naar aanleiding van opmerkingen van de patiënten die ongeveer anderhalf jaar geleden hebben laten weten tijdens een enquête dat wij dat die hoofdingang, dat het hoofdziekenhuis, laat ik zeggen, niet goed bereikbaar was. En we hebben dat opgepakt en we zijn toen begonnen om plannen te maken om natuurlijk om de toegankelijkheid te verbeteren. Wij hebben een aantal scenario's ontwikkeld. Je kunt zich voorstellen van we willen dat toch binnen de bestaande bebouwing doen. En anders had je het hele voorfront van het ziekenhuis moeten afbreken. Maar we hebben binnen de bestaande bebouwing een maximale oplossing gevonden. En die oplossing bestaat hierin dat we een tweetal roltrappen hebben aangelegd. Eén voor het omhooggaande en één voor het neerkomende patiëntenverkeer. En we hebben een lift gebouwd die nu twee keer zo groot is dan de voorgaande lift. Waarbij de mensen destijds stonden een lange wachtrij. En nu kunnen mensen heel snel van de eerste verdieping naar boven, naar het Polyplein. Dus dat is een enorme verbetering. Bovendien
Aan de andere kant hebben we nog een trap. Mensen die de mechaniek niet echt durven gebruiken, die nemen maar de trap. Wij hebben hier fors moeten slopen. Hè. Ik zei al dat dit ziekenhuis is op behoorlijke fundamenten gebouwd. En wij hebben hier minstens 2 weken langer moeten slopen dan wij verwacht hadden. Het is ook zo dat we door de hele constructie zijn heen gegaan. We zijn echt tot een niveau dieper gegaan dan wat de vorige lift kon. Dus wat dat betreft, we hebben verstevigingen moeten aanbrengen om de zaak gewoon stabiel te houden. Maar alles bij elkaar. Ja, de klus was moeilijk in het slopen, maar uiteindelijk heeft dat een week of 2-3 vertragingen opgeleverd. Was niet cruciaal overigens voor de oplevering van het project. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Office Center. Welkom in het tweede gedeelte van de reportage. Vandaag zien we hoe gespecialiseerd het werk is om buitenlandse vakkrachten in Nederland te laten werken. Wiertz Personeelsdiensten heeft dan ook een gespecialiseerde vestiging in Kerkrade, exact op de grens staan waar deze dienstverlening dagelijks plaatsvindt. Het gebouw ligt precies op de grens tussen Nederland en Duitsland. Die loopt hier precies midden in de hal. Dus je staat nu op dit moment 10 meter in Duitsland. Maar het vinden van de juiste mensen is een vak apart. Ten meer omdat men weet wat voor een hoge verwachtingen de opdrachtgevers hebben. Wij adverteren zelf in de lokale kranten en hebben hele goede contacten met het Duitse arbeidsambt hier in de buurt, waardoor we mensen binnenkrijgen. Verder zoeken wij op internet naar geschikt personeel en werven wij ook via onze contactbureaus in het voormalige Oost-Duitsland onze mensen. Hallo, Keuler. Zo worden alle officiële zaken geregeld, zodat de vakkrachten niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Recent dienstleistingen uit Duitsland en ze zijn op zoek naar een job als maler in de Nederlanden. Dat is richtig. Ja, genau. Nou, het papierwerk op zich, dat betekent dus het contract, zodat ze officieel te werk gesteld zijn. Daarnaast regelen we de ziekenverzekering helemaal compleet, zodat die mensen netjes in Nederland naar de dokter kunnen als er iets zou gebeuren op het werk. Mm-hmm. En in principe zijn ze daarna startklaar voor de eerste werkdag. Ze krijgen van ons fatsoenlijke tekst en uitleg over de werkgever, dus waar ze gaan beginnen. We gaan eventueel naar de locatie om te kijken waar ze moeten werken. En dan zijn ze klaar voor de eerste werkdag. Voordat we de buitenlandse vakkrachten bezig zien, is eerst belangrijk om een van de opdrachtgevers te ontmoeten. In dit geval Mark Storms. Wij doen voornamelijk onderhoudsschilderwerk, vrij regionaal. Dat doen wij al 65 jaar op dit bedrijf, 20 jaar werk zelf reeds mee. Zowel in het particulier werk, zowel ook in het onderhoudswerk. De jongens zijn overal inzetbaar. Dus niet alleen het kruimelwerk, maar ook het mooie werk en het goed werk. Dan moeten de jongens in mee kunnen en dat kunnen ze. Mark Storms kijkt terug op een lange periode van ruim 12 jaar samenwerking. Ze weten precies wat we nodig hebben, professionele schilders, en die worden ook geleverd. Dag Hort. Hallo Storms. Begint. Zo worden Duitse vakkrachten inmiddels ingezet op meerdere locaties. Uiteraard naast het vaste team van medewerkers. Maar wanneer worden de Duitse vakkrachten ingezet? Nou, op het moment dat meer werk zich aanbiedt, dan zijn er pieken. Dan hebben de mensen van Wiertz hard nodig. Mm-hmm. Ik moet zeggen, dat zijn goede jongens die hun vak goed verstaan. En we maken ook geen onderscheid. Hè. Die mensen die gaan, als wij een barbecue hebben, dan nemen de mensen gewoon mee. Personeelsfeestje, jongens horen erbij. Ja. Samen met de dames maken we een gezellige dag. Eén grote familie dus. Maar de belangrijkste vraag is, hoe ervaart een Duitse vakkracht het werken in Nederland? Mir gefällt het zeer goed in de Nederlanden. Ich habe jetzt schon 7 Jahre in den Niederlanden gearbeitet und bis jetzt habe ich es in dem Sinne noch nicht bereut. In tegenstelling tot wat wellicht mensen denken, is dat als eenmaal een vakkracht werkt, de organisatie hem of haar uit het oog verliest. Maar dit is absoluut niet het geval. Men blijft betrokken bij de uitzendkrachten. En aan het einde van zo'n week komen we weer bij elkaar. De uitzendkracht komt of naar ons, of wij zoeken hem op in het onderdak of even bij de klant. We drinken even een kopje koffie om te kijken van ja, hoe is het nou, hoe is het bevallen, klikt alles, zijn er probleempjes en dat soort zaken. Zodat met name wat wij dus belangrijk vinden is dat het eerste gevoel heel erg goed is. Waardoor je dus de basis legt voor een iets langduriger samenwerking.
Kortom, een zeer gespecialiseerde activiteit binnen de organisatie, waar slechts door professioneel handelen en meedenken met de klant het juiste resultaat wordt behaald. En als u de reportage nog een keer wil zien, dan kan dat natuurlijk. Dan gaat u gewoon naar onze website www.tvl.nl. Onlangs werd een nieuw en innovatief product op de markt gebracht dat paardenbodems veiliger en comfortabeler maakt. Het komt van Limburgse Bodem. En degene die het ontwikkelde zit nu bij mij aan tafel. Van harte welkom, Linda de Vries. Hallo. Technical consultant bij Lapinus Fibers. Dat is een onderdeel van Rockwool. Het product heet EquiRock. En mensen zullen zeggen, paardenbodems veiliger, comfortabeler maken. Wat is het precies? Ja, EquiRock is een vezel. Een vezel die gebruikt wordt om een paardenbodem stabieler te maken, verkrachtiger te maken, stroever te maken, waardoor het paard comfortabeler, makkelijker kan bewegen. En dus minder zwaar is, dus minder moe worden eigenlijk. Ja, want wat je nu in de manages, ik ben een leek, daar ligt zand, denk ik dan. Ja. En dat wordt dus vervangen door dit product? Nee, het zand wordt gemengd met de vezel, waardoor de combinatie van zand en vezel een bodem stabieler maakt. Ja, dit was er nog niet? Nee, dit was er nog niet. Wat wel vaak al gebruikt wordt om een bodem stabieler te maken, zijn kunststofvezels. Ja. Op plastic ongeveer. Mm-hmm. Of houtvezels, organische vezels. Beide hebben zo zijn nadelen. En eigenlijk vanuit mijn hobby ben ik met mijn instructeur toendertijd gaan bekijken wat voor vezel hij in zijn bodem, in zijn nieuwe accommodatie, wilde gaan verwerken. En toen kwamen we eigenlijk op een idee om onze vezel, onze minerale vezel te gaan... Die jullie al ontwikkelden voor andere producten? Nee, het was echt een nieuw product. Dus dit product wordt speciaal voor sportbodems, paardenbodems gemaakt, geproduceerd. Ja. En we zijn eigenlijk... Van het een kwam het ander gaan testen, een klein testje gaan doen, een groter test, echt een studie. En dat betekent dat de werkgever tegen jou zei, ga maar experimenteren. Ja, we hadden het idee dus, was tijdens een concours. Dat was heel toevallig dat we daarover hadden, van hoe is je werk en hoe is jouw nieuwe accommodatie. Van het een kwam het ander. Ja, ben ik op het werk gaan polsen van, goh, zou dat wat zijn? Mm-hmm. Toen zei ik gezegd van, goed, we gaan het gewoon eens proberen. Gooi er maar eens wat vezels in. Dus dat gedaan. En we zagen al heel snel dat er verbetering van de bodem kwam. En dat paarden makkelijker kunnen bewegen. Dus minder snel dieper in de bodem komen. Ja, dus, je kon zelf testen natuurlijk. Ik kon zelf testen. Is dat het grote voordeel? Dat je aan de ene kant ontwikkelt, maar je kunt het ook nog eens zelf testen. Je weet precies, ik denk dat dat wel een heel groot voordeel is. Dat je weet wat wel en niet goed is. Ja. Ik denk dat je dus als je bij iemand komt en je ziet een bodem, dat je denkt van, nou goed, als ik zelf ervaar dat mijn bodem zwaar is, dan loopt die niet fijn. Dus ja. Goh, hoe kunnen de vezels daarin meespelen om dat te verbeteren? Ja. Dus ik denk dat het wel heel goed is dat de ervaring zelf wel bijdraagt aan een beter advies. Precies. En die paardenmarkt, die paardenbranche, staat die open voor dit soort nieuwe ontwikkelingen? Of moet je ze echt zwaar overtuigen? Nou, ik ben er eigenlijk wel verrast door dat de reactie wel heel erg goed is. Ja. Mensen zijn toch wel op zoek naar een product wat ook goed voor het milieu is, fijn in te werken is, mooie uitstraling geeft en wat ook goed functioneert. Een bijkomend voordeel is dat de bodem ook beter op waterniveau blijft. Dus je hoeft minder te sproeien. Dat is qua onderhoudsaspect ook wel heel belangrijk. Het totale plaatje, dat staat de markt toch wel, wat we tot nu toe zien en ervaren, wel op te wachten. Ja, en merk je nou ook dat een paard dan tevredener is of gaat dat te ver? Ja, ik denk, als een paard tevreden is, laat hij zich fijn rijden. Doet hij goed wat je vraagt. Ja. En ik denk dat dat toch wel de maatstaf is van, voelt het paard zich goed? Nou, dan zijn je eigen prestaties met het paard samen op wedstrijden ook goed. Ja, nu kan ik me voorstellen dat zo'n product moet een keurmerk hebben. Dat kun je niet zomaar op de markt gaan brengen. Want ik denk dat daar iedereen heel voorzichtig mee is. Hoe zit het in dat traject? Ja, we hebben met paardenbodems is het toch wel iets anders dan andere sportbodems. Paardenbodems zijn toch wel heel klantspecifiek. Ja. Sommige klanten die willen juist een bodem wat vaster is, voor hoger te kunnen springen, waardoor het stabieler is. Sommigen die willen toch een iets lossere bodem, omdat ze met dressuur toch net in die bodem willen werken. Mm-hmm. Dus ja, het was voor ons heel moeilijk, ook met de studie van wat zijn nou eigenlijk de
keurmerken, de normen die mensen willen hebben. Nou, en er is een norm van ISA-sport samen met de KNS, dus de Hippische Bond, en NOC-NSF, dus de Olympische Bond, hebben zij normen opgesteld. En daar hebben wij dus ook de testen door laten doen om de bodem echt te keuren. Maar echt een wetenschappelijk onderzoek, gaat ik dan over? Daar gaat het echt om normen zoals echt energieabsorptie bijvoorbeeld, restitutie, dus de energie wat het paard, of de bodem van het paard opneemt en weer afgeeft. Allemaal wetenschappelijke termen zijn daar echt wel bekeken en onderzocht. En we kunnen zien dat door het gebruik met onze vezels die bodem van de laagste tot aan de hoogste normen kunnen variëren. Dus dat kan een klant zien van goed, ik kan dus zoveel vezel toevoegen. Of zoveel precies, hij kan het er zelf mee. Precies. Ja. Nou is het begonnen als een vlekje. Met, ik denk dat begint met een persbericht. Je brengt het naar buiten. Hoe groot is die vlek inmiddels? Want de wereld zal ervan horen en denken, hey, dit is wel handig. Ja, we hebben eigenlijk reacties nu al tot over de hele wereld. We hebben echt ons kent ons en paardenbrandjes wat dat betreft toch niet zo heel groot. Ja. Het nieuws verspreidt zich snel. De punten, we zitten hier in Nederland wel op een mooie plek. Want vooral Zuidoost-Nederland is toch Is echt paardenprovincie. Het is echt een mekka eigenlijk van de paardensport. Ja. Dus als je daar de informatie verspreidt, dan ligt dat ook zo in de rest van de delen van de wereld. En we hebben nu de focus echt op Nederland, omdat we dicht bij het product zelf willen blijven. Goed willen wegzetten. En van daaruit, dan kunnen we, Rockwool is groot. Dus we kunnen wat dat betreft, onze connecties zijn heel makkelijk te zoeken. Dus ik denk dat die uitbreiding op zijn tijd wel moet komen. Maar je moet met een smile iedere dag naar het werk gaan als je ziet wat voor succes dit product heeft. Ja, zeker. En niet alleen in paardenbodems, maar ook in sportbodems, natuurgrasvelden. Ik denk dat daar hebben we ook een aantal goede resultaten van gekregen. Ik denk dat het nog met Verder gaat. Ja, veel verder kan. En dat is mooi als je hobby en werk kunt combineren. Ja, zeker. Mooi zo. Ik wens je er heel veel succes bij. Dank je wel. En compliment voor dit prachtige product. Dank je wel. Ja, en het is voor ons tijd nu om te gaan kijken naar het economisch weekoverzicht van deze week. Reisbureau Vice Versa uit Venray behoort tot de top 3 van beste reisbureaus in Nederland. Het zelfstandig reisbureau van Maya Kateman van Opbergen behaalde de derde plek in de verkiezing Reisbureau van het jaar 2013. Onlangs werd dit bureau ook al uitgeroepen tot provinciaal winnaar. Afgelopen zaterdag is een deel van het oudste pretpark van ons land, het Sprookjesbos in Valkenburg, opnieuw geopend. De nieuwe eigenaar, Jeroen van Zwieten, verwacht zo'n 40.000 bezoekers dit jaar. Hij heeft enkele tonnen geïnvesteerd in het park, onder andere aan nieuwe attracties. De rest van het park zal later dit jaar toegankelijk worden. De 3 genomineerden voor de titel Zakenvrouw Noord-Limburg 2013 zijn bekend. Dit jaar zijn de kandidaten Sandra Baan van Studio Baan in Venlo, Ian Derks van Derks Administraties en Belastingen in Del en Lilian Keizer-Sobrier van Lingeriezaak Cleopatra in Horst. Op 30 mei zal de winnaar bekend worden gemaakt. De Floriade in Venlo is voor veel mensen een mooi opstapje geweest naar werk. Tijdens de Wereldtuinbouwexpositie konden 109 werkzoekenden aan de slag. Door de werkervaring die ze daar opdeden, heeft 60% na de afsluiting van de Floriade een baan gevonden. De 700 werknemers van transportbedrijf DB Schenker hebben voor het komende jaar een nieuwe cao. Hier ging wel 4 dagen staking aan vooraf bij het bedrijf, dat voor een groot deel het externe transport per trein voor onder meer DSM verzorgt. De komende 10 jaar zullen Universiteit Maastricht, Zuidhogeschool en het Academisch Ziekenhuis bijna 165 miljoen euro investeren in de Limburgse kenniseconomie. Dat staat in het zogenoemde Kennis als Limburg programma. De bedoeling is dat de provincie dit aanvult met 180 miljoen euro en dat er nog eens 238 miljoen euro uit Den Haag, Europa en het bedrijfsleven bijkomt. Heeft u nieuws of tips voor TVL Business? Mail dan naar tvlbusiness@tvl.nl. En na het weekoverzicht is het tijd voor mijn vaste gast. Deze week Wim Wijnen, directeur van de LWV. Van harte welkom, Wim. Bedankt. Zomers lig je wel eens aan het strand? Dan ben je niet zo'n strandtype. Ik ben daar wat ongedurig voor. Ah. Maar in ieder geval, als ik naar het strand ga, ga ik wel naar een echte kust toe. Ik ga meestal naar Zuid-Frankrijk. Maar okay. Dat heeft toch met de leeftijd te maken. Okay. Maar echt aan het strand liggen, dat nee. Nee. Je wil iets actie, want dan zou ik zeggen, van, dan is in heel iets moois te doen dan. Ja, ik zal het eens proberen. Ik zal je waarschuwen als ik daar naartoe ga. Als je op waterskies kunt, inderdaad. Ja. Wat vind je van het idee om zoiets te ontwikkelen?
Wat mij het meeste aanspreekt in het hele idee, de toeristische branche is over het algemeen een branche die vreselijk flexibel is. Waar je het ene jaar iets kunt organiseren wat het jaar daarna bij wijze van spreken volstrekt out of the market is. Ja. En je ziet hier een ondernemer met zijn CIO-opleiding die heel dicht tegen de markt aanstaat, bij wijze van spreken, die hele dag met dat bedrijf bezig is en ook aanvoelt aan zijn publiek hoe dat publiek verandert. En in die zin denk ik ook niet, hoewel het een hele seizoensgebonden branche is, heeft hij daar natuurlijk een oplossing voor gevonden. Maar als je een zaal hebt waar je 500 mensen kunt ontvangen, dan dat is toch best aardig. Maar het leukste is eigenlijk dat, doordat hij zich tussen dat publiek blijft bewegen, dat hij iedere keer die signalen opvangt wat er in die markt gebeurt en daar ook heel flexibel op inhaakt. Dus wat mij betreft prima. Mooi. En dan de volgende vraag. Rij je wel eens paard? Want dan kun je gelijk... Heb ik nooit gedaan. Nee. Maar vreselijk veel bewondering voor Linda. Ja. Ik denk dat ieder bedrijf zich zo'n medewerker of medewerkster zou gunnen. Dit is nu echt het voorbeeld. Als je het over de bedrijfstheorie hebt, dan ging het vroeger altijd over, zoals dat zo mooi in het Engels heet, core business. Ja. Je kernactiviteiten naar de markt toe. En geleidelijk aan is dat concept in een aantal jaren veranderd van core business naar core competence. En het grote verschil daartussen is dat als je het over core competence hebt, dan kijk je als bedrijf waar je sterk in bent. En ja, god, ik ken Rockwool natuurlijk redelijk goed, omdat het toch een vrij groot lid van ons is. En je ziet in de hele ontwikkeling van Rockwool heb je dat eigenlijk altijd gezien. Men is begonnen met isolatiematerialen. Mm-hmm. Toen kreeg je Rockpanel. Grodan in de glastuinbouw op een gegeven moment als toepassing. En nu dat Equirock weer is toch weer een bewijs van dat je... Ja, je begint dus met vezels, want het zijn allemaal vezels. Ja, maar je werkt naar totaal verschillende markten toe. En als je dan ook nog een medewerker heeft die haar lust en haar leven heeft gemaakt van de hippische sport. En die naar de werkgever toe gaat en zegt, god, we zouden dit of we zouden dat. Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. En vervolgens krijg je nog spin-off naar andere sportbodems natuurlijk toe. Want je hebt het begin gezet. Ja. Alleen wat ik altijd zo frappant vind, dan denk ik dat hier nog nooit iemand opgekomen is. Ja, maar dat is meestal bij dat soort dingen. Ja. Dat heel veel mensen die zoeken het veel te ver weg en in heel gecompliceerde oplossingen. En vaak liggen de beste ideeën liggen heel dichtbij, liggen voor het oprapen. En het mooie is als je zoiets kunt realiseren. Ja, want dan ben je pas echt innovatief bezig. Dan ben je pas echt innovatief paaltje bezig. Paaltje voor de Limburgse economie. Paaltje voor de Limburgse economie. Mooi. Dankjewel Wim voor jouw commentaar van deze week. Graag gedaan. Ja, nu thuis bedank ik voor het kijken naar deze aflevering van TVL Business. Volgende week zondag zijn we er weer. Graag tot dan. Dag. Partners van TVL Business zijn Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus, Liof Business Centers, Wiertz Personeelsdiensten, ROC Leeuwenborg en Office Center.